Hallo allemaal, mijn naam is Hanne en ik ben een laatstejaarsstudent op de Thomas More Hogeschool in Mechelen. Ik doe daar communicatiemanagement en ja, aangezien het mijn laatste jaar is, ben ik mij klaar aan het maken om de jobmarkt te betreden. Maar ik weet dat er veel onder jullie zich nog aan het klaarmaken zijn om het studentenleven in te duiken en nog steeds op zoek zijn naar een goede school. En daarom wil ik jullie helpen. En wil ik jullie 5 redenen geven waarom het echt de moeite is om communicatiemanagement te komen studeren op Thomas More. Als eerste reden, iets wat voor mij ook heel doorslaggevend was toen ik mijn keuze aan het maken was, is de persoonlijke aanpak die je hebt op Thomas More. De tweede reden waarom je zeker naar Thomas More moet komen, is de richting is heel praktijkgericht. Vanaf het eerste jaar mocht je eigenlijk projecten en opdrachten doen, fictieve opdrachten weliswaar, maar wel echt voor een bestaande werkgever. Die komen ook zelf de briefing geven en die oordelen ook mee over het idee. En als je echt een heel goed idee hebt, dan kan het zijn dat dat gebruikt wordt. Is niet zo goed, dan ja, is dat eerder een fictieve opdracht. De derde reden waarom je zeker naar Thomas More moet komen, is de kansen die je krijgt. Niet alleen op nationaal vlak, ook op internationaal vlak wordt er eigenlijk van alles gedaan om de student zoveel mogelijk kansen te geven om het later te maken. Zo zijn er studenten die naar DareFest mogen gaan. Studenten die naar congressen mogen gaan in het buitenland, naar festivals in het buitenland, naar media, congressen, scholen gaan bezoeken in het buitenland om te zien hoe alles daar in zijn werk gaat. Er wordt heel veel gestimuleerd en je krijgt echt heel veel kansen om van alles te ontdekken. En dat was voor mij ook wel een heel belangrijke en ik denk dat dat voor veel mensen ook wel iets is waar dat je naar kijkt en waar dat je naar zoekt in een studierichting. Reden nummer 4 is voor mij persoonlijk dat Thomas More een heel aangename omgeving is om in te leren en te studeren. Er wordt eigenlijk zoveel mogelijk gedaan om de studenten het beste te geven. En dan mijn laatste reden, reden nummer 5, is gewoon de mensen eigenlijk. Ik heb op Thomas More heel veel goede vrienden gemaakt. Ik heb heel veel nieuwe mensen leren kennen, heel veel nieuwe dingen gedaan. Ja, ik heb daar eigenlijk een hele leuke 3 jaar gehad die veel te snel voorbij zijn gegaan. Dus ja, ik hoop dat je wat gehad hebt aan mijn reden om naar Thomas More te komen. En dat school volgend jaar u mag verwelkomen als nieuwe student. Daag!